Een hele goede dag. Ik ben hier met Nasreddine El Hamdani. Je hebt zojuist een sterke partij mogen vechten. Wat vond je ervan? Het was een pittige partij. Hij was sterk tegenstander. Alles wat hij deed was hard. Maar ik wist me nog steeds eruit te kunnen vechten. En drie rondes waren hard. De eerste ronde was voor hem. Daar ben ik eerlijk over. De tweede, derde ronde waren voor mij. De eerste ronde was meer gewoon even kijken hoe alles ging. Even proeven en daarna gewoon eruit vechten. Na die eerste ronde, wat kreeg je te horen van je hoek? Hij zei tegen mij, je maakt combinaties, maar je maakt het niet af met een trap. En meer met 1-2 werken, met links, rechts, harde stoten. Dat deed ik de eerste ronde niet. De tweede, derde ronde deed ik het wel. Heb ik hem goed gepakt. Ik zag ook dat je even een lange tijd in de clinch zaten. Juist, ja. Wat vond je van die clinch zelf? Hoe vond je dat gaan? Hij stond er wel strak op, maar een paar keer had ik hem wel goed te pakken met een knie richting het hoofd. Maar het was wel een compacte tegenstander. Een van de sterkste tegen wie ik nu heb gevochten. Mooi. Ja. Wie wil je bedanken? Graag Mohamed Bouziri, mijn trainer. Daarnaast ook Bilal Zerouel en Yassine Bouali, mijn trainingspartners. Maar vooral Mohamed Bouziri, omdat hij veel tijd in mij heeft gestoken en altijd in mij blijft geloven, weet je. Hoe vond je dat hij het had gedaan? Hij heeft het goed gedaan, hij heeft goed geluisterd. De derde ronde heeft hij hem 8 tellen gegeven. Dat is gewoon goed omdat hij goed heeft geluisterd. Hij kan nog beter, hij heeft een beetje blessures. Maar met blessures heeft hij top gevochten. Dus ik ben tevreden en weer een winstpartij erbij. Nog steeds ongeslagen. 15 partijen, 0 verloren. Dus we're coming. Oké dan. Bro, ik wens je heel veel succes. En blijf shinen. See you soon, bro. Bang bang. Okay. Ciao. Thank you.